Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn veel producten van mei in juni bespreken. Ik heb hier het mandje, die zit redelijk vol. Dus ik ga jullie laten zien welke producten ik niet fijn vond helaas. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die mij dus niet zijn bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Nou, ik begin met een aantal lippenbalsems en deze komen uit de Beauty Made Easy line. Dit zijn lippenbalsems waar geen plastic in zit, die ook heel erg organisch zijn, van 100% natuurlijke ingrediënten. Die zitten op zo'n kaart. Ik heb hier de berry. Nou, ik vond ze dus niet fijn helaas. En dat komt, ik vind de verpakking allereerst niet heel erg handig. Ze zijn van karton en op zich, ja, het is iets waar we naartoe gaan. Maar kijk, dan is dit de lippenbalsem. Hij ruikt wel licht naar berry en je moet hem aan de onderkant omhoog duwen. Dus zo. Nou, moet ik hem dus terug naar beneden duwen en dat doe je dus met je mond. Of met je hand in dit geval. Maar ik merkte gewoon dat deze lippenbalsems mijn lippen niet voldoende verzorgden. Ik bracht ze aan en ik had eigenlijk daarna gewoon heel snel nog steeds last van droge lippen. Dus ik vond niet dat deze lippenbalsems mijn lippen goed verzorgden. Ze zijn ook vrij klein. Dus ik vond deze absoluut niet fijn. Ik had hem ook in een sweet variant. Het is een beetje roze. Ze zijn verder allemaal wit van kleur, maar hebben dus wel een beetje een geurtje. De hemp variant. En de lavender variant. Maar ik vond deze lippenbalsems absoluut geen succes. Het is fijn dat alles tegenwoordig vegan is en heel natuurlijke producten. Alleen ze verzorgden mijn lippen gewoon niet goed genoeg. Dus daarom vind ik ze helaas niet fijn. Dan heb ik van Catrice hier een Express Spray On Base Coat. Dit is een base coat die in 40 seconden zou drogen. Die kun je dus opsprayen op je nagels voordat je ze gaat lakken. Er zit gewoon zo'n spraykopje op waar je het mee kunt aanbrengen. Nou, het droogt mat op. Ik ging deze aanbrengen en ik merkte al direct dat het ook heel erg langs mijn vingers ging zitten. Dus ik voelde op een gegeven moment toen het droog was dat mijn vingers ook echt zo'n laagje hadden. Dat vond ik echt absoluut niet fijn. Daarnaast, mijn nagellak bleef er ook absoluut niet beter door zitten. Maar ik heb toch liever een base coat die je kunt aanbrengen met een kwastje. Want ja, het opsprayen, het klinkt heel makkelijk. Maar ik vond de uitwerking 10 keer niks, omdat mijn vingers ook helemaal onder de base coat zaten. En dat is iets wat absoluut niet fijn aanvoelt. Dan heb ik, even kijken hoor, van het kruidvatmerk een Wear It Nude Skin Correcting CC Cream. Dit is een long-lasting hydration met SPF 20 en dit is de anti-redness variant. Ik heb eerder ook de paarse variant geprobeerd, die vond ik wel heel fijn, maar deze vind ik absoluut niet heel fijn. Dit is dus zo'n product wat eerst groen is en als je het dan op je gezicht aanbrengt, de kleur van je gezicht aanneemt. Nou, bij mij deed hij dat niet, want ik was nog heel groen. Ik was net Fiona van Shrek. Allereerst zit een pompje op, maar dat pompje werkt al niet bij mij, want ik kan pompen wat ik wil. Er komt gewoon geen product uit, dus die is lam. Dus wat ik nu doe is, zeg maar, ik draai hem open en vanuit daar dep ik wat op mijn vingers, wat dus absoluut niet echt lekker werkt. Dus ik kan er gewoon bijna niks uit krijgen. Nou, ik heb dus nu een heel klein beetje aangebracht, omdat het pompje dus niet werkt, lukt dat niet. Je ziet hier het product en nu zal ik hem invrijven. Kijk, en op mijn hand zie je echt wel dat hij een beetje die kleur aanneemt, dat hij je huidskleur pakt. Maar op mijn gezicht deed hij dat gewoon niet. Ook heeft hij niet mijn roodheden verbloemd. Want ik heb altijd best wel wat roodheden hier tussen mijn wenkbrauwen zitten. En dat bleef gewoon net zo rood als altijd. Dus ook vanwege het pompje vond ik hem niet fijn. Maar ook gewoon, ik bleef gewoon groen en het deed eigenlijk niks voor mijn gezicht. Dus deze vond ik absoluut geen succes. Ik merk dat ik heel veel Catrice heb. Dan heb ik hier een Easy Tattoo Liner in de waterproof variant.
Oh, stel je hem scherp. Ik heb deze al eerder geprobeerd in een gewone variant. Die vond ik eigenlijk best wel fijn. Hij heeft een filterpunt, wat op zich prima aanbrengt. Alleen, kijk, hij is verder intens zwart. Alleen hij is niet waterproof, want je veegt hem heel makkelijk van je gezicht af. Hij overleeft ook echt een regenbuitje totaal niet, want het loopt aan alle kanten uit. Dus op zich is het wel een fijne eyeliner, maar ik vind hem dus niet fijn omdat hij dus geen waterproof substantie heeft, wat hij dus wel belooft. Ja, hij zou tranen, zweet, regen, warmte, allemaal zou hij dat overleven, maar bij mij deed hij dat niet. Dus daarom vond ik deze ook niet fijn. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. Deze kwam uit de Hop Hop Ray Line. Het is een kleurtje die ze gewoon standaard verkopen, maar deze was dus speciaal vanwege de oortjes. Ik heb deze in de kleur 51 Easy Pink Easy Co. Hij is verder wel heel schattig, heeft dus een dubbele dop, heeft zo'n kwastje eigenlijk, heel basic. Maar ik vond de dekking van deze nagellak echt niet mooi. Je zag nog heel erg je eigen nagels er doorheen komen. Dit is iets wat ik denk ik een hele persoonlijke keuze is, want ik vind dit absoluut niet mooi. Maar ja, als jij er zelf geen problemen mee hebt, is dat natuurlijk dikke prima. Maar vanwege de dekking vond ik deze dus absoluut niet mooi. Want ik hou ervan als een nagellak goed dekt en dat deed deze gewoon niet, helaas. Dan heb ik ook van Catrice de 48 Hour Power Stay Brow Gels. En dat zijn deze. Dit zijn wenkbrauwproducten die waterproof en smudgeproof zouden zijn en zouden tot 2 dagen lang blijven zitten. Ik heb ze in de kleur, ik heb 2 kleuren getest, 010 Light en 030 Dark. Ik zal de verpakking even laten zien, die ziet er gewoon zo uit, dus op zich niks mis mee. Hij heeft eigenlijk ook best wel een heel fijn applicatortje. Je kunt er op zich nauwkeurig mee werken, alleen naar de staart van je wenkbrauw toe wordt het wat lastig. Nou, dan breng je hem aan. Dat is best wel even een dingetje, want het is best wel een dikke substantie. Ik heb hem hier geswatcht. Hij ruikt ook heel chemisch, moet ik zeggen. Hij heeft absoluut geen fijne geur. Maar dan laat je dat zitten en dan denk je, hè, het blijft 2 dagen zitten, maar dat werkt ook absoluut niet. Want het is gewoon, daarna gaat het gewoon, als jij gaat douchen of gaat zweten, is het er gewoon heel snel weer af. Dit is trouwens de donkere kleur, die heeft verder dezelfde huls. Dus nee, de beloftes die deze deed was heel leuk, maar het kwam absoluut niet tot zijn recht, want het bleef echt niet 2 dagen zitten. En ik vind zulke producten leuk en als ze dat beloven, hartstikke leuk, maar het maakte het niet waar, helaas. Nou, dan heb ik nog 3 producten uit de limited editie Caviar Couch collectie. En ik heb hier allereerst de Clove Fixing Spray met de naam C01 Touch of Love. Dit is gewoon een fixing spray en als je hem schudt, zie je inderdaad dat hij een beetje een clove krijgt. Heeft een hele normale spraydop verder, is niet heel bijzonder. Alleen, je zag helemaal niks van die glow. Weet je, als je hem opspreekt, je muziek blijft, of je make-up blijft op zich prima zitten. Maar je zag absoluut geen glow op je gezicht komen. En als een fixing spray een glow belooft, dan wil ik ook een glow zien. En dan wil ik niet afgescheept worden met een gewone fixing spray die mijn gezicht prima hydrateert, hoor. Maar nee, die glow was dus heel ver te zoeken. Wat ik ook niet echt fijn vond, was het nagellakje. Dat was de C01 Over the Sky, omdat die eigenlijk transparant is. En ik had verwacht dat die wit zou zijn. Heeft een dubbele dop. Maar toen ik hem had aangebracht, was die eigenlijk gewoon meer transparant. En ik had hier een andere kleur bij verwacht. Dus daarom vond ik hem niet zo fijn. Want ja, weet je, als je dit ziet, denk je, nou, je krijgt een heel wit leuk kleurtje. Maar hij is meer transparant. Er zou eigenlijk een soort van kleine gloed doorheen moeten zitten, maar die zag ik niet. Dus daarom was ik niet onder de indruk van dit nagellakje. Ook de clip die ze hierbij verkochten is hartstikke mooi. Alleen mijn haar is zo dik.
dat die clip mijn haar niet bij elkaar houdt. Kijk, het is gewoon een hele leuke clip. Hij is verder prachtig. Maar als je heel dik haar hebt, is deze clip gewoon absoluut niet handig. Want dan merk je gewoon dat je haar niet blijft zitten. Dat het heel snel losgaat. En dat vond ik wel heel jammer. Dus dat, nee, het is niet dat ik hem nooit meer zou dragen. Maar ik kan hem niet dragen op hoe ik het wil, zeg maar. Ik zou hem wel hierbovenop kunnen dragen, maar mijn haar laat los. Dus dat vond ik wel heel jammer. Dus echt voor mensen met heel dik haar was deze clip niet geschikt. Het laatste product wat ik heb, dat is een oogschaduw, single oogschaduw van het merk GoMat. Dit is de kleur 234 Moonstone. Dit is een oogschaduwtje van de Action. Zat in deze verpakking. Dit is het oogschaduwtje. Ik vind de verpakking echt hartstikke leuk. Met dat mat erop. De pen is op zich prima. Ziet er gewoon zo uit. Maar ik vond de kleur heel erg tegenvallen. Want ik vond hem echt veel te licht. Kijk, dit is hem. Je ziet hem echt bijna niet terug. Ik hou toch van oogschaduwkleuren die wat intenser zijn. En deze was zo licht dat ik dacht van, nou, dat is het voor mij gewoon niet, helaas. Dus ja, ik vind het heel leuk geprobeerd. En ik had eigenlijk meer van deze kleur verwacht dan dat die gaf. Want ik vond de pigmentatie eigenlijk gewoon heel slecht van deze kleur. Dan waren dit alweer mijn veel producten van mei en juni. Achteraf viel het op zich nog wel mee met wat erin zat. Maar het is altijd jammer als je producten hebt die je niet fijn vindt natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een van deze producten alles hebben getest. En of jij misschien een andere mening hebt. Dat jij zegt, ik was wel heel tevreden. Dat kan natuurlijk. Laat het zeker even weten in de comments. Deze collectie is niet meer te koop en ook deze collectie is niet meer in de winkel verkrijgbaar. Want dit waren dus trend of limited edities. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd of jij misschien alsnog benieuwd bent naar een van deze producten om toch te proberen. Ondanks dat ik het niet fijn vind, kan iedereen een andere mening hebben. Laat het ook zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!